François, Compagnie, ondanks een uh, zeer gehavend Tubize, jullie hadden hier een hele goede zaak kunnen doen, was het een beetje een bizarre wedstrijd. Hè? Hoe heb jij dat beleefd op het veld? Uh, frustrerend denk ik, want we hebben meermaals naartoe naar getrapt. De keeper was een paar keer geklopt, maar ja, er, altijd, er zat altijd een of ander been op de lijn zo, om die bal weg te stampen. Dus uh, mentaal was moeilijk, want die kwamen niet meer uit hun 16 op het einde. Bond die speelde af en toe een lange bal op counters, want ze ja, hebben snelle aanvallers. Maar voor de rest, die bleven gewoon, ja, voor ons is dat niet makkelijk, om je kunt daar uh, moeilijk tegen zo'n ploeg winnen. Hè. Als ze een beetje geluk hebben, ja, voilà. Wat gebeurt dat dan? We hadden ja, de indruk dat jullie zelf het eigenlijk in het spel brachten door misschien af en toe wat concentratie, door, door niet snel genoeg te spelen. Want jullie hebben de spelers die dat kunnen qua techniek in principe. Hè? Maar ik denk het is ook gewoon het feit dat we zijn gewend om op, op goede te trainen en te spelen. En hier is dat helemaal iets anders. Misschien van op tv ziet het er goed uit, maar het pleintje ligt er echt slecht. Bij. Dus, uh, ook voor ons, af en toe krijg je de bal af ingespeeld, dat je een beetje zo van neem ik hem aan, stem ik hem weg en zo. Dus ja, het spel wordt daardoor trager. Hè? Geen onderschatting voor de wedstrijd, gezien al die afwezigen? Dat, dat leefde niet in de groep? Ik denk uh, dat is net een ding waarmee je moet opletten, want spelers die niet spelen gaan het misschien een tandje bijsteken om zich te bewijzen, dus uh, dan gebeuren die verrassingen ineens. Hè? Dus uh, ik denk van niet. In minuut 1 hadden jullie al op roze kunnen zitten. Hè? Wat een mogelijkheid voor Van Kessel. Maar ik denk ja, dat na 10 minuten stonden we, moesten we wel 2-3-0 voorstaan. Maar ja, dat is nu eenmaal voetballen, Die heeft een beetje geluk gehad. De keeper ja, heeft 2-3 flaters gedaan. En ja, we hebben er niet van kunnen profiteren. Dus ja, voilà. Wat zegt zo'n ervaren man, die Juanito, dan na de wedstrijd? Heeft hij al iets gezegd tegen jullie? Uh, ik was net het luisteren. Okay. Sorry. <laughs> ik was net het luisteren toen. Ik was even bezig aan het praten met de spelers. Dus uh, ik zou het niet kunnen zeggen. Je hoef je niet meer met de bus mee, want je mag zelf met eigen vervoer terug naar Brussel hè? Ja, dat is met 10 minuten aan thuis hè. Is dus, voilà. de volgende wedstrijd veel succes. Bedankt hè. Het, hè. Ja. Senor Juanito, wat what do you think of the performance today because you could have won this game. Maybe in the first minute the best kans of the whole game and then it became a strange game. Ja, yeah, we hebben the almost the opportunities in deze this match. I think that the to be only once in de tweede in the second half. uh sapito no because uh, the pitch are so very bad but we try to to play uh, play the most uh, well possible um only we we lack uh, to the final passes no because uh, we entry into the into the box uh, with normally um, only the, the the final pass uh, we we don't we don't have a good was it a level of concentration as well because the the that we've seen from a few weeks ago who really played like a team was fluent was was played good football and well organized that seems a bit gone now for this game No because it's difficult, no. It's difficult uh, when you stop um it uh, two weeks uh, we don't compete and um, and now in this phase uh, so so very bad uh, and normally we 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 lose the, con uh, the concentration in so so many so many parts of of the game, no, because the the penalty received is a lack of uh, concentration because uh, we We are winning in this uh, time one nil, um, and for these circumstances, uh, I'm disappointed no? because uh, if we will win the, this match, uh, is eight points difference is too much. No? Now the game against Lomel becomes even more important for you guys. Yes, it's important. It's very important because to uh, uh, be uh, had a, have a, a difficult game against Loben. because uh, Loben uh, now has a, a good streak. Uh, and now we are thinking about the the logman, how, how to to overcome because it's a, a difficult thing, no? Because uh, they, they have uh, so many dangers in set pieces too, um, and we prepare the, the week uh, for for him, for him. Thank you.